gaan allemaal meedoen. Ja, met de stip op de horizon. Voor het leren van morgen. Door het leren van gisteren. En het luisteren naar vandaag. Ja, de stip op de horizon. Voor het leren van morgen. Door het leren van gisteren. En het luisteren naar vandaag. Iris wil weten over de toekomst. Wie weet wat en wat moet je de toekomst eigenlijk weten? De meter moet opnieuw worden gemeten. Want door de tijd heen is alles achteruit gebleven. Getekend door leestekens en een oud geweten. Blijkt de kloof groter dan men ooit had kunnen weten. Lessen of de manier van leren. Relaties tussen de leerling, juffen en meesters. Reflecteren en creëren. En proberen een nieuw systeem aan te leren. Om in te kunnen spelen op de toekomstige behoeftes van de toekomstige leerlingen. We moeten leren van het nooit omgekeerde. Meer stimuleren en initiatief creëren. Ruimte maken om de leervraag te definiëren. Zodat zij hem later kunnen formuleren. Met de stip op de horizon. Voor het leren van morgen. Door het leren van gisteren. En het luisteren naar vandaag. Ja, de stip op de horizon. Voor het leren van morgen. Door het leren van gisteren. En het luisteren naar vandaag. Dus in 2020 kunnen we proberen om interesses en competenties te combineren. En zodoende leren waarderen dat niks te oud is of de nieuwe is om opnieuw uit te vinden. Vorm te geven aan de relatie school-leerlingen. Goed gestelde vraag, er zit nou helemaal geen fout in. Deze tijd vraagt om aanpassing, loslaten van oude waarden. Maar wie verzorgt de invulling? Think change, en ieder doet zijn ding. Maar bedwing de dwang om verandering in de weg te staan. De tijd is al lang achterhaald en hang niet in het verleden. Leef in het heden, met in je achterhoofd de toekomstbeelden en visies die we samen delen en smeden. Om de invulling van het onderwijs in de toekomst vorm en betekenis te kunnen geven. Met de stip op de horizon. Voor het leren van morgen. Door het leren van gisteren. En het luisteren naar vandaag. Ja, de stip op de horizon. Voor het leren van morgen. Door het leren van gisteren. En het luisteren naar vandaag. Ik hoor veel visies, maar één einddoel. Het gevoel van betrokkenheid is wat ik voel. Bedoeld om de bedoeling te bereiken, zal het een en ander voor urgentie moeten wijken. Het moet blijken of de eisen van de wijs zichzelf door de tand des tijds heen hijsen. Of de vernieuwing de oplossing is. En alleen de toekomst zal het bewijzen. Tja, zo is het. Alleen de toekomst zal het bewijzen. Ik wil sowieso hartstikke bedanken dat ik bij deze strategie dag aanwezig mocht zijn. En ik hoop dat er goede plannen komen voor zowel de docenten en de directeuren en de leerlingen. Bedankt. Met de stip op de horizon.